are now tuned in to the ultimate sounds. You know what time it is. Laying down the hardcore, real, raw, underground. Welcome to the Ambassador of Hardcore podcast, presented by Neophyte. Get the point? Let's dance. Welcome to the Ambassador of Hardcore podcast. This time we have Godfather of Hardcore, Paul Elstak. Hoe is me? Ja, het is voor mij, ja, gelijk gezegd, het is voor mij best raar om jou te interviewen. Omdat je bent maar nog steeds een voorbeeld. En ja, dat is misschien, dat meen ik echt. En je hebt mij ontdekt en uit toch een beetje apart. Weet je wel? Ja, dat heb ik nog. Okay. Maar ik doe mijn best. Dus er is, nou ja, ik ben heel blij dat jij bij mij kwam met je cassettebandje. Ja, of hetzelfde geld. Dat je naar de concurrent gaat, weet ik veel. Die was toen niet. Nou ja, wat had je? Ja, nee, dat had je eigenlijk niet. Hè? De overkant was meer mellow. Bij ons aan de overkant van de platenzaak heb ik het dan over. Nee, oh ja, dat was Tinseltown. Nee, wat je nou? Tinseltown. Ja, heet dat. Van Ronald Molendijk. Oh ja, Ronald Molendijk. Dat was mellow Midtown. En we waren hardcore en... Ja, dat was altijd leuk, die strijd. De concurrentiestrijd, Miller Hardcore. Maar goed, in ieder geval, jij kwam toen een keer bij me langs. Maar ja, met vier man waren we in de winkel. Ja. En dat was eigenlijk zo, weet je, we hadden die tapebandje. En we liepen echt op straat en dan zeiden we van... Nee, we gaan weer terug. Dat heb ik niet gezien. Die we echt terug en zei ik van, nee, we gaan wel. Weet je wel. Dat was zo, ja, voor ons was het zo raar. En toen gaven we dat bandje. En toen, ik weet het niet meer, wat gebeurde. Ik kan me herinneren dat wel dat jij, ik kan me niet herinneren dat je met z'n vieren waren, maar ik kan wel iets herinneren dat jij dan van je werk kwam, iets wits aan had. Zeg steeds, ja, ik werkte toen... bij de bakker of bij... Ja, in de nacht. Ja, dat staat mij bij in ieder geval. Maar ja, goed. Ik heb mijn harde schijven waarschijnlijk ook een beetje... Aangepast. Zit redelijk vol. Maar in ieder geval, ja... Ik heb het blijkbaar goedgekeurd. Nee, alleen niet gelijk. Nee, maar ik zag er wat in. Maar er moest wel één nummer moesten we dan wel bij mij dan afmixen. Ja, wat is afmixen? Maar, en dat was komen uit Rotterdam. Ja, en dat bij mij in Schiedam. Ja, in een kleine keldertje. In die kelder. En dat was echt voor ons echt ongelooflijk dat we daar waren. Weet je? Dat was helemaal niks. Ja, maar toen wel voor ons. We echt, daar zo, weet je, dat we daar stonden. En toen hadden we die afgemixt inderdaad. Ja. Jouw kick gewoon hadden we overstuurd, want ik weet niet, dat was iets. Ja, ik werkte niet met Amiga natuurlijk. Dus, ja, dat moest via Cubase. En uiteindelijk, als je het terug hoort, het album hoor je wel echt het verschil. Heel groot. Heel veel verschil. Maar ja, dat hebben jullie aardig rechtgetrokken, want wat Amiga's sound betreft hebben jullie op een gegeven moment heel snel wel echt een hele goede sound ontwikkeld. 2-3 releases had het een beetje staan. Ja. We hadden ook vaak... Ik weet dat we toen heel veel maakten. En ook naar jou brachten. Dat je ook soms zei, hey, jongens, dit kan eigenlijk niet. Weet je. Dat was gewoon veel te ver ging. Of te hard. Of te... Het ging toen nog helemaal zo. Ja. Dat weet ik nog. Maar we waren toen wel echt heel tijd bezig met muziek maken. En maar proberen. En ja, we waren echt heel fanatiek met releases. En dat is alleen maar fijn, weet je wel. En jullie maakten zoveel muziek dat op een gegeven moment zeiden, weet je, jullie hebben tracks die best wel een soort van... wat dat komische gehalte heeft, zeg maar. Richting Euromasters-achtig. Ja, en dan weet je, jullie gaan op Terrortracks dat uitbrengen. Dat weet ik nog goed, ja. En gewoon Neophyte, de main tracks, of noem maar wat. Ja, wat is main, weet je wel. Uiteindelijk heb je een van die grote hits, was Body Lotion. Ja. En toen gingen we, ja, hoe gaan we het noemen? Er gingen helemaal rare namen in. En volgens mij kwam ik ook om met Body Lotion. Ja, ik een hele rare naam. Body Lotion of zo. En dan, we gaan een rare naam het verzinnen. Maakt niet uit. Ik ga het niet claimen. Maar, ja, dus maar het was wel bij deze. Nee, maar er kwam Body Lotion uit. En het sloeg nergens op. Maar uiteindelijk, nu weet je niet beter. Nee, dat is heel... En die eerste release was Terrortex 5. Ik wil hakken was dat. En Valkmatine stond erop. Recession stond erop. Ja. Een van mijn favoriete alle tijden. Recession. En toen de tweede was... Terrortex 14... even kijken hoor. Een beetje deze. Mille Mouw. De derde was... wat Happy's for Hobo's. Happy's for Hobo's. En dat is best verhaal achter volgens mij nog. Weet je dat niet meer? Ik weet niet. Ik kreeg in ieder geval dat die ding. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk ook wel een dis naar mij. Want ik zat volop in de hardcore. Maar uiteindelijk vond ik het ook wel weer... commercieel gezien was het gewoon een hele leuke, hele slimme zet om van ons eigenlijk. Dat vinden ze natuurlijk geweldig. Om zo maar we wel dat jij er toen best wel last van had. En voor ons ook was het heel raar. En we dachten van ja, toch leuk, weet je wel. Want toen was dat in die tijd zo. We wilden toch een beetje rebels blijven. Alleen de tweede track op die plaat was wees hardcore toen. En ik weet nog goed dat jij die wel draaide, want die heb je die draaide je natuurlijk niet, logisch. Ja. En toen zei ik tegen mij van ja, die tekst is echt goed hier. Ja. Is hardcore, die moeten we een commerciële versie van maken. En dan zei ik van, nou, ik dacht natuurlijk, dat kan echt niet. Nee. Weet je wel, wat ik maak, happy sobers. En dan maak ik een radioversie van. Klopt, en daar heb ik echt weken niet van geslapen, dat weet ik nog toen. Ja, maar dat moet je toch doen. Ik dacht, nou, dit kan je echt niet maken. Dan ben ik echt... Ja. Toen toch gedaan. Ja. Dat is wel een groot hit geworden. Ja, maar toen hadden wij ook wel last hoor. Toen, weet je wel, overal kwamen we stelletje bier gooien. En ik weet toen ook wel, toen ging ik ook weer heel snel om. Zeg maar, in een paar maanden tijd was die hele scene bijna verziekt eigenlijk, wil ik zeggen. Nou, dat hoor ik voor het eerst. En weet je, die tijd was best heftig, omdat ik altijd gewoon, ik ben gewoon een muziek maken en hardcore en nightmare feesten deed ik. En ja, ik heb heel veel bijgedragen en dan heb je succes. En dan, ik dacht echt van, de grappers vinden het heel tof, man. Ja, Paul heeft succes, weet je, iemand van ons heeft succes, tof, weet je. En dat ze dan juist je uitkotsen, dat had ik echt niet verwacht. Ik weet nog heel, ik wel een beetje eigenlijk, het was toch stoer, weet je, je gaat niet... Maar het echte idee achter heb je hardcore maken, is eigenlijk nooit echt verteld. Want je had toen eigenlijk zo rond 94 weet ik nog, in Energiel werd die hardcore steeds harder, steeds snel, echt heel agressief, dat weet ik nog. En jij draaide een paar sets en die sfeer in de zaal veranderde, dat weet je nog. Minder publiek kwam er ook. En toen zei jij, want jij was dan heel vaak in Schotland, weet ik nog. En toen kwam je eigenlijk terug met die sound van Schot en zo, weet je. En dus jij van, dit is... vet. Voor 94. Nou, en toen ging jij dat draaien. En dat was eigenlijk happy hardcore. Ja, nou dat was inderdaad, dat is wat goed je het zegt. Dat was, kijk, ik had toen een tegenhanger gemaakt van het Dream Team. Ik had Panik en Lars kende ik. Ik denk, we gaan samen een team vormen. Ook een DJ-team. Nou, en dat ging vrij snel al, werd dat groot. Maar ons handelsmerk was de happy hardcore, die sound, zeg maar. Ja. Dus de Schotse sound, de breakbeats, Engelse breakbeats ook tussendoor en zo. En dat sloeg best wel aan. En we hadden toen heel snel boekingen met z'n drietjes. En en dat was happy hardcore voor mij. En zo heette het daar ook volgens mij. Dat heette daar ook happy hardcore. Ja. Dus ik ging die muziek maken. Maar dat werd zo succesvol dat het eigenlijk een soort van crossover naar de top 40 ging halen. En dat was met Life is Like a Dance. Life is Like a Dance, En die is toen verradio'd. Maar wat ook heel veel mensen niet weten is dat die track, of plaat heette dat vroeger... De eerste paar maanden was helemaal niet op de radio. Het was zo'n hit gewoon in de clubs. Die werd overal gedraaid. Ja. En... Pas later is dat... We zo groot. Ja. Toen pas kijk, want het moest allemaal natuurlijk hard en super underground blijven en zo. Maar toen waren de grote hits al met Madonna samples en radio samples. Ja. Dat was toen al, weet je wel. Like a Dream Hold Me Now. En dat waren gewoon de grote hits. En daar zijn we op voor gaan beduren. Tenminste, dat vonden we gewoon toffe muziek. En... ik ging dan ik had een of andere soort eigen sound gecreëerd met Force sound, zeg maar. En remixen gemaakt dan ook in die sound. En dat werd dan ook, Love You More, Life is Like a Dance. En toen kreeg je dus een crossover en toen... Ja, ik zat bij Midtown en Hans-René zei van, een radioversie maken. Nou, ik kan dat niet. En ik kende wel Koen en Addy en ik wist dat zij dat wel konden. Dus ik heb gezegd, joh, maak jullie daar een radioversie van. En toen, in die tijd was die, hoe heet die nou, puntje O. Mark O. Mark O. En Marusha, die hadden toen voor mij 40 hits. Ja. En die sound hebben ze met de radio... Somewhere Over the Rainbow. Ja, maar die radioversie was eigenlijk een mix van die sounds van hun... met Life is Like a Dance. Dat hoor je ook wel een beetje. Het was een beetje die sound. En dat werd opgepikt door... Hoe heet die nou? Vessel. Van Diep. Nee. Tussen 5 en 6 had je die ochtendavondspits. Jeroen voor Inkom. Die pikte hem op. Die heeft me een week lang gedraaid. Ik weet nog dat ik zat toen in Australië. Toen werd ik gebeld. Oh, je plaat wordt gedraaid. Ik denk, oh, ja, wel trots, weet je wel. En nou, dat werd gewoon top 40. Ja, een top 10 haalde die. Ja. Ja, en in één keer... dan kreeg ik allemaal een telefoontje, interviews, krant, weet ik het allemaal. Dan weet je ineens, kom ik ineens een hele andere wereld. Ja, dat weet ik ook nog heel goed. En dat was ook voor ons, zeg maar, als Neophyte, van onze kant was dat ook best wel raar. Want wij zagen Paul best wel, ja, ik wil niet zeggen dat je veranderde, maar ja, het ging heel hard met je toen, dat weet ik nog. Want je was altijd bezig en druk en weet je, en... Ja, er kwam, ja, ik wil niet zeggen afstand, maar van, hè, wat gebeurt er? Het werd zo verschrikkelijk groot, weet je, en het was bijna niemand in de hand te houden. Het werd een soort ik werd ook geleefd. Ja, dat. Ik werd ook geleefd natuurlijk, want dan er zijn de contracten. En ja, je moet opvolgen komen. Weet je nog? Opvolgen nou, maar toen dacht ik, Love You More, dat was een hit in Park, zeg, weet je wel. Die dan de Sunscreen-versie. Ja, ja. Ik denk, nou ga ik daar een happy hardcore versie van maken. Nou, en toen had ik een nummer gehoord van Set You Free van... ik weet niet hoe die band heet. En een aanleiding van dat nummer. Free, ja. Nou, en dan zat het pianotje. En dan denk ik, nou, had ik iemand die dan piano kon spelen. Ik zei, nou, zo wil ik het hebben. Dus hij ging het spelen voor me, zo de intro. En ik zeg, ja, en nu over naar akkoorden. Nou, en toen stond Love You More. Toen hebben we het in laten zingen. Door, eigenlijk was het de bedoeling dat Shady het zou inzingen. Maar dat ging niet zo goed. Ik weet nog wel, gitaar achter bij de studio met Koen, Addy. Ja, en toen kwam ik terug na een paar uur en zei ze... echt vals, hè? Oh, dat kan echt niet. We kunnen hier niks van maken, want ze waren echt wel... shit, weet je, hoe moeten we het aan Paul brengen? Maar uiteindelijk, kan niet, weet je wel. Dus, maar ze zeiden, nou, Ingrid Simons komt... weer bij ons inzingen. Dat is een sessiezangeres die altijd goed. Al hun dingetjes deden. Laten we haar even inzingen. Nou, zij zong het in één keer pap, zo klaar. Ja, nou, en dat was de zangeres dan, Ingrid Simons, de moeder van Eva Simons. Was dat, ja. Raymond de Skype is dat voor mij? Nee, Love You More. Raymond de Skype is ingezongen, de Promise Les heeft ingezongen. Zij hebben al die singles ingezongen. Ja, wat ik weet ook nog wel, voor jou toen, dat was best wel moeilijk. Want het was echt druk, werd er gezet. Ook vanuit de platenmaatschappij. Vanuit, er moest gewoon opvolgen komen. Er moest dit en er moest dat. En dat is heel anders werken dan dat je gewoon lekker in de studio zit. En dat snap ik ook, dat het voor jullie denken van, ja, die Paul die... Nee, dat hadden we niet, maar we vonden best wel... Ja, ik wil niet zeggen jammer, want wij waren ook een beetje onze... mentor kwijt, weet je wel, want dat was toen ook nog even voor ons van, in die tijd, als je zegt, ja, dit moet anders. En toen moesten we zelf een beetje uitzoeken eigenlijk. Ja. Ging wel toen, weet je, dat ging wel. Alleen, waar ik ook heel veel moeite mee had, is, als ik ergens draaide, werd er ook echt afgezeken, weet je wel, of op mij of op Paul. En, ja, weet je, ook mij heeft op een gegeven moment, god, wat is dit, weet je. Het werd heel groot, maar hoe groter het werd, hoe meer... vijandigheid, kritiek kwam erbij. Ja. En ik had heel veel moeite mee. Zelfs ik al toen. Ja. En met Always Hardcore. Ik kon er altijd heel slecht mee omgaan. Ja. Jij wat beter volgens mij, maar op een gegeven moment werd het ook jou een beetje te veel. Ja, natuurlijk. Het dieptepunt was natuurlijk dat ik thuis wakker werd. En dan er zat op je schutting zat er geschreven, een soort kankerverrader, weet je wel. En ja, dat zijn wel heftige dingen, weet je wel. Ik heb het allemaal toen geblokt. Maar later denk ik, dat zijn, weet je, wat bezielt iemand om dat te schrijven, weet je wel. Ik bedoel, ten eerste, doe zelf wat in de muziek. Als jij denkt dat je het beter kan. Maar, vooral dat. Ja, weet je wel, laat mij lekker doen wat ik wil, weet je wel. Ik ben niet jouw bezit. Jij gaat niet zeggen, mij zeggen, bepalen wat voor muziek ik ga maken voor jou. Snap je? En, maar ook toen voor mij was het heel moeilijk voor jou. Je kan ook niks terugzeggen echt. Want hoe meer je zegt, hoe meer ze weer tegen je ingaan. Nou, dus je bent eigenlijk... Ja. Het was moeilijker was dus dat er was nog geen social media. Ja. Het ging via brieven in de Stroop en zo. En dan las ik de Stroop en dan kreeg ik heel veel, waren altijd anti-Paul brieven, weet je al, in de commercieel. Maar er waren ook een paar die de opnamen, ik weet wel, een of andere Roel, die was ook zo'n member force. En die nam het wel voor me op. En dat vond ik wel leuk. En voor de rest, wat ik miste eigenlijk was wel steun. En dat bedoel ik jou niet, maar van collega's, zeg maar. Snap je? Dat die, we waren altijd goed met elkaar. En ik heb dan succes. En dan een keer beschermen, dan komen ze niet voor je op. Want ja, want anders lig ik er straks ook uit bij de, bij de hardcore. Weet je, maar denk, ja, ook heel veel jaloezie en afgunst hoor. Ja, dat zal best wel. Op financieel vlak en aanzien. Want ja, was toen helemaal de hel natuurlijk. Ja. Het was nog herhaling weer zo groot. Dan is het heel erg makkelijk om dat tegenaan te schoppen. Zeker als je in een groep bent met andere artiesten die allemaal hetzelfde zeggen. Ja. En ja, ik had ook wat toen op een gegeven moment van ja, heb je nog wel zin in ook zelfs. Ook voor ons gold het zelfs. Mm-hmm. En toen had je... en toen in de tijd kwam Piet met die track. Ja, toen was het echt klaar. Want ik hoorde die track, was het nou... daar kwam Gabbertje of zo. Dat was geen Gabberpiet, hè? Dat was... nee, wat was het nou? Gabberpiet? Dat was toch Gabberpiet? Gabberpiet is het Love You Hardcore. Wie doe? Nee, maar die andere... hoe heet die gasten nou? Ja, van de Lama's. Daar kwam Gabbertje. Ja. Ja, ik hoorde die twee. Toen is het gelijk van, het is over. Ja, toen had je ook Kabouter Plop en Kaboutertje op een... allemaal die kinderachtige hardcore versies, weet je wel. En dat, maar dat heb ik ook nooit gedaan. Maar mijn hardcore was altijd heel... Het was heel volwassen, zeg maar, eigenlijk, vind ik dan. Nee, maar ik niet zeg maar, met jou over, maar nee, ik bedoel, ik precies wat je doet, over met te zien. En dat was ook echt zo, 2-3 maanden. En niemand had meer een boeking. Dat was helemaal fysiek. En dat was zo rond 99, 2000. En het duurde wel een jaar of twee. Nou, het was op een gegeven moment, zakte het helemaal elkaar. Maar ik weet niet echt of het door de hype hardcore kwam. Het kwam meer... de radio's gingen niet meer draaien, dus er was geen breed publiek meer. De echte hardcore werd ook weer te hard en zo. Dus op een gegeven moment mensen die worden ouder, die haken misschien af. De club werd heel groot, trends werd groot. Mensen gingen toch andere richtingen op, want niet iedereen is die hard gabber. Waren ook gewoon de meelopers, was ook heel groot, weet je wel. Die allemaal meeliepen en die denken, die gaan van de ene trend naar de andere trend. Was ook jong publiek en dat is eigenlijk, vind ik, denk in mijn visie, heeft Happy Hardcore juist een nieuw publiek aangeboord, die jonge kids. Alleen duurde nog een paar jaar voordat zij uit kunnen gaan. Ja. Ja, dat is wel en dat waar, zijn, als je heel veel hoort, ook artiesten ook. En die waren juist geïnspireerd of beïnvloed door de Happy Hardcore hits. En daarna gingen zij muziek pas maken. Aan de aanleiding van Diep muziek. Ja, dat is wel waar. Want zeg maar zo rond 2002, 2003 kreeg je natuurlijk... Catscan en Diep. De hele nieuwe generatie noem ik het dan. En die is eigenlijk opgegroeid met... Die waren heel jong, die gasten. Ja, ik bedoel ook jongens die later spreken. Jongens als... Hartwell en zo. Dus ja, Sidney Sampson. Ik heb heel veel... Fabian, weet je wel. Brandon Hart. En die spreek ik wel eens. En die zeggen zo... Die waren echt gewoon een klein jongetje. Gingen ze bij Midtown, zeiden ze. Gingen ze bij mij plaat halen. En dan kochten ze Life is Like a Dance. En dat waren hun inspiratiebronnen. Ja, en dat vind ik echt leuk om te horen, weet je wel. Dat je dat... maar dan... Dus je hebt met die Happy Hardcore wel een zaadje geplant 100%. Wat later echt weer een hele golf teweeggebracht. En ik moet wel zeggen, toen op een gegeven moment ging ik dus terug naar de underground, zeg maar. Ja, zo rond 2001. Ik was klaar met Happy Hardcore. Ja. Ik stond er zelf ook niet meer achter. Ik vond het niet meer leuk. Toen ging ik weer echt hardcore doen. Heel veel stapte over naar club, maar... Ja, ik heb nee, niet gelukkig. Ik stond er niet achter. Ik denk, dit vind ik... Nee. Middags het echte push. Kijk maar naar succes van Koen. Die club, dit. En dat vond ik ook lullig, weet je. Want zij hebben zoveel geld aan me verdiend. In plaats van mij te helpen, backup. En dan zeggen ze meer van, je moet dat maken. Kijk eens hoe goed die dit nu ineens doen. Dus met andere woorden, jij was toen goed, maar nou... Die zijn weer, weet je wel. En dat vond ik dus best lullig eigenlijk. Geld, om puur geld. Want zeker. Ook tegen mij zei, hardcore echt... Ik ging toen... Neophyte records. En dat ging echt heel... Weet je, ik weet het niet of dat hardcore is echt geweest. En ik zat maar te pushen, doe het nou gewoon. We zullen het... Nou, toen is het begonnen, maar... Maar dat gold dus voor Midtown, maar dat gold ook voor ID&T. Allemaal? Die stopte gewoon met hardcore. Die stopte en dat werd best wel kwalijk genomen. Maar het leuke was... in 10 jaar later, voor wat ik vond, 2000 zoveel... Toen deed ik met een vriend van mij feesten als Back to School. En dat deed ik samen met iemand samen. En dat waren oldschool-achtige feesten, weet je wel. Back to School feesten, dat was oldschool gerelateerd. En dat was heel succesvol, was altijd volle bak. En op een gegeven moment zei ik tegen diegene van... Moet ik een hardcore feest geven? Dan noem het gewoon Hardcore for Life. Ja, ik weet het niet en dit en dat. Nou, laat het gewoon doen. En het was in de A20 stijf uitverkocht. dat was ook zo rond 2001, hè? Dus wij, kan wel, maar in ieder geval, het was toen helemaal uitverkocht. Ja, toen zat echt, hoe kan dat nou, zo'n hardcorefeest? En toen kwam IDT-delegatie ook kijken van, hé, wat gebeurt hier? En toen zijn zij weer begonnen van, oké, volgens mij kunnen we weer een Thunderdome gaan doen. Ja, Thunderdome. En Nijmes is er ook weer begonnen, weet je nog, 2004. Ja. Is de hele ding is weer opnieuw, lammer, weet je maar aan de andere kant was het natuurlijk ook wel weer goed, want we hebben natuurlijk de cash en de middelen. Ja, natuurlijk, zij maken er topproducties van, ja, zeker. Dat hebben wij. Ja, maar ik vind aan de andere kant, ik vind wel, als je ergens zoveel, wat je groot gemaakt hebt. Ja, persoonlijk zou ik nooit zo iemand, dan zou ik dat niet zo zomaar zeggen van nou, dit is nou populair, nu dat. Puur cash. Ja, dat zo puur geld niet. Ja. Gaat het zomaar niet om gevoel of enig. En dat was toen heel zwaar, die tijd inderdaad. Ja. En ik vond dat, en dat frustreerde mij, want er was toch geen internet om dat te posten of noem maar wat. Maar dat frustreerde mij. Ik werd aangevallen omdat ik dan commercieel was. Maar ik had mij wel maar steeds bij gevoel in hardcore, zeg maar. Ja. Nou, niet zeg maar, dat was gewoon zo. En anderen worden er niet op afgerekend, terwijl die alleen maar puur met geld bezig zijn, weet je wel. En dat vind ik dan jammer. Ja, maar die staan natuurlijk op de achtergrond. Ja, dat is waar. Veilig. Dat is waar, dat is waar. En ik heb zo vaak was echt natuurlijk ook inderdaad Mr. Hardcore, echt uitdragen en Paul. Ja. Afschieten, weet je wel, uit die boom. Zo, en dan nog steeds. Maar ik bedoel, je nek uitsteken, zeg maar, noem het nekken, zeg maar. Ik heb altijd wel eigenwijs geweest en gewoon muziek gemaakt die ik tof vind, weet je. Op een gegeven moment maak je de freestyle, freestyle, weet je wel, dat is gewoon hardcore. Dus een beetje richting hardstyle, dat kon helemaal niet, weet je wel. Maar ook gewoon gedaan. Techno Warriors was toch ook heel iets anders van. Oh ja, Techno Warriors, dat hebben we toen ook nog gedaan natuurlijk. Ja. Dat was ook zo. Het was eigenlijk heel vroeg. Dat was ook zo. Echt 98 zijn we begonnen. 98, ja, Night at the Piano eigenlijk. Ja. 98 ging we ineens langzaam muziek maken. Ja, heel langzaam. Maar dat was echt tof. Dat was ook vanuit niets heb ik dat gedaan. Gewoon voor de lol ook echt. Maar dat was wel. Ja, werd ook toch heel groot. Ik weet nog dat, want dat was eigenlijk het begin van de hardcore. In Spanje was Thrillseeker en de Kids If the Kids Are United, de remix van Roel, van Isaac. De remix. Dat was voor hun het begin van hardcore. Daar begon hun geschiedenis pas. Toen moest ik daar heel veel draaien. En toen met Offensive, die werd dan ook heel groot in Spanje. Dat weet ik nog wel. Dus dat het ging ineens heel langzaam. En toen ik Thrillseeker was natuurlijk met Max, met Standard Guys. En ik ging daarheen om dan een track te maken. En hij zei, ja Paul, why you go so slow, weet je wel. Ik denk, wij zijn altijd pioniers geweest. Maar doe het gewoon. Klopt, zo snel. Dat is gewoon lekker. Maar nu, als je langzamer beat, kan je... Die trip, dat komt lekker uit. Bepaalde dingen komen lekker uit, weet je wel. Dat niet alleen, maar ook op de vloer merkt je dat het meer aansloeg. Mensen houden langer vol ook. Ja, dansen langer, ja. Want ook het gebruik werd toen minder. Vond ik, weet je. Ik zag aan die nieuwe generatie, die gebruikt niet meer zoveel. Ja. Dus daar hou je ook niet zo lang vol. Dus als het tempo omlaag gaat, wordt het ook weer leuker. Ja, gezelliger. Weet je wel. Dus in ieder geval dat... En dat ging allemaal naar beneden. En toen kregen mensen als bijvoorbeeld die... Die gasten nou, sound enhancers en Styles en de Vibe, weet je, die ging ook allemaal mee, weet je, die langzame sound en Gita Madness, weet je, dus dat was weer een hele nieuwe periode en dan ging sneller zijn en nu heb je dus, niet nu, zo in jaren zo, maar dan kreeg je ineens iemand die ging ineens weer keihard hardcore draaien. Wie? Partyrace. Oh, Partyrace. Ja. En hij was weer de enige die dan weer keihard en snel draaide. En hij werd dus super populair ineens. Omdat het eindelijk weer een keer wat anders was na zoveel jaar. Ja. En nu krijg je weer... En dan weer de is het weer allemaal snel. En straks gaat het weer naar beneden, denk ik. Tuurlijk. Ja. Dus op zich is het leuk. En ik vind alle stijlen leuk. Ik ben ook altijd meegegaan, zeg maar, in die nieuwe stijlen. Ik ben niet iemand die snel zegt... Het is niet zo moeilijk, dit is slecht, dat is slecht, weet je wel. Nee, ik luister van wat is het nou waarom de mensen dit tof vinden? En echt goed luisteren naar. En ik moet zeggen, ik voelde het ook. Als Wesley draait, ik denk, hij draait heel goed, weet je wel. Dus ik kan wel herinneren of zo snel, maar ik snap het. Ik snap het, tuurlijk, weet je wel. Mensen het tof vinden. Rebels en dat heeft power gewoon. Weet je, dat snap ik wel. En ik moet ook oppassen inderdaad. Dat heb ik niet gezegd, ja, dat heb ik al gedaan. Of weet je, dat heb ik niet. Al is soms wel eens moeilijk. Van, ja, dat kan ik ook. Of weet je, maar ja, ja dat is nu dat ding en hun ding. Alleen het hele snelle, wat makkers zou ik niet meer maken. Maar dat is meer, ja, misschien hoe je groeit. Of nee, kijk, tuurlijk, je hoeft niet te maken, maar... hier en daar is sommige. Kijk, elke stijl heeft zijn goede en zijn slechte nummers. En zeker. Natuurlijk, er zitten ook slechte dingen bij, maar dat hebben we altijd gehad, was vroeger ook. Heel veel slechte dingen blijven over. En dat zijn ook de hits die je nu nog steeds draait, weet je wel. Ja, ja. En sommige nummers waren vroeger geen hits, maar die draaien nu wel, omdat het nu pas, denk ik, waardeert of nu pas door heb van hoe goed dat nummer was en nog steeds klinkt, weet je wel. En, ja, oh, ja. Zo als? Ja, dan vraag me wat. Zoals, ja, maar je hebt dus wel, als je dan early draait of old school, dan draai je nummers die klinken nog steeds, ja, die klinken nog lekker tof. Ja, die kun je nog steeds draaien. En dat waren toen niet echt grote hits, maar nu wel, zeg maar. Nu zijn het de grote old school hits of early hits of whatever. En ik weet nog wel, dus met Offensive kreeg ik ook heel veel kritiek van, ja, simpel en weet je wel. Draaide ik op een Back to School draaide ik gewoon wat hardcore dingen. Ja, Paul met Offensive hardcore kutmuziek, dit en dat. Dat was toen Partyvlog. Want toen was Partyvlog in. Partyvlog, ja. Ja, en toen kreeg je natuurlijk de partyrecensies en dan lees je een beetje. En denk, ja, dan weet je. Ja, maar een paar weken geleden draaide ik op Resonate. Dan deed ik een Offensive set. Of vond iedereen helemaal geweldig. Oh, die Offensive sound. Ja, maar dat. En ik, ja, weet je. En ik, okay. Altijd. Dat is ook heel raar voor je zelf als artiest dat je... Ja. Dan nog leeft in de gedachte van, oh, dat is niet vet of dat is de, en dat, ja, dan ga ik toch niet draaien mezelf zelfs. Als je dan tot draait, vind je het nu ineens heel, dat je dat zelf soms niet ziet zelfs, dat het zo in je hoofd zit. Ja. Dat is heel raar. Ja. Weet je wat ik bedoel? Dan moet je het dan soms even overheen en dan is het ineens weer wel vet. En dan gaat het best wel snel soms. En kijk, die Offensive tijd was wel bijvoorbeeld een tijdstuk bij Shorestan natuurlijk, en je had het Midtown en je had Riege, dat waren concurrenten, en ik ging daarheen naar de concurrent. En ik heb me toen de tijd door Hans-René wel laten... op jutten, zeg maar. Denk eigenlijk, waarom eigenlijk, weet je? Dus dat je dan die is, weet je wel... Ja, je had er heel veel moeite mee. En ik ook wel, inderdaad. Met die hele harde zakelijkheid van weet je wel. Het was heel koud, was het, weet je. En wij waren natuurlijk... Maar wat ik jammer vond, is dat wij ook uit elkaar groeiden. Want ik was dan Offensive. Wij bedoel je? Ja, jij dat heb ik nooit je had Neophyte, Panik en dingen allemaal bij elkaar. Ja, dat is waar. Ja. En ik voelde me wel alleen, want jullie hadden elkaar en jullie konden elkaar helemaal omhoog. En jullie hadden daar bedoel je? Bij, nee, hier zo zeg maar. Weet je, qua sound ook. Jullie hadden gewoon echt de dikste sound. Weet je, Yves kwam erbij. En we hadden persoonlijk geen probleem of zo, maar... En daar moest ik tegenop. En ik was alleen, ik had niemand. Dus... Ja, dat is wel van mij een vraag. Je hebt natuurlijk helemaal in het begin zeg maar, mij ontdekt. En heel veel andere jongens. Daar was je heel veel mee bezig. En toen, daar zeg maar... Hebben er niet meer zoveel gedaan eigenlijk. Weet je, met nieuwe jongens bezig. Om de grote... De talenten gingen gewoon deze kant op. Omdat dat de grote labels waren. Dus het was heel moeilijk om iemand... Ja. Kijk, ik had wel... en er was ook... Ja, kun je zeggen. Ik deed mijn best voor artiesten. Ik had wel artiesten natuurlijk. En ik hielp ze goed en daarvoor waren ze tevreden mee. Alleen waar ze daar zaten, daar waren ze niet tevreden mee. Dus ze zijn uiteindelijk weggegaan. Dus daar heb ik het over Never Surrender, weet je wel. Heb nog steeds heel goed contact mee. Die zat ook bij mij. En waren ook bij jongens die niet doorbraken. Maar bijvoorbeeld een Anton, die kwam ook laatst nog naar me toe. Ook getekend. Die is nu cryogenic. Zit nog steeds... bij Offensive, Offensive Rage, die heeft zijn eigen sublabeltje. Sublabeltje, want dat gaat heel goed. Dus ik heb wel weer wat ontdekkingetjes gedaan. Maar ik stond wel alleen, zeg maar. Ja. Want ze vroegen alles aan mij, Shores ook, weet je. Ja, dat ik had een terrenkopje, ik moest alles doen in één keer. Terwijl ik zelf ook niet doorontwikkeld was. Dus het was echt moeilijk, weet je. En dan kon ik niemand wat vragen. En ik was ook niet iemand die durfde te vragen, weet je wel. Dus, nog niet. Ik had ook naar jullie kunnen gaan of naar je Vijp. Of wat je van, joh, kun je me helpen? Voor, weet je wel. En misschien hadden jullie dat ook gewoon gedaan, maar... Ja, ik weet niet. Dan voel je toch te goed. Of te goed? Nee, je durft het niet. Want je bent dan te verlegen voor of te... Ja, jullie waren voor mij toen echt, weet je wel, de hoge standaard. Jullie, Max, weet je wel. Ja, die brachten echt gewoon goede dingen uit, weet je, toen. Ja, ik heb niet zo waar. Ik dacht eigenlijk meer van Paul, ja, ik weet het niet. Wij hebben elkaar ook toen niet zoveel gesproken. Dat was een beetje, inderdaad, een beetje afstand. Het werd ook heel zakelijk. Op een gegeven moment heel grote partijen. Er ging heel veel geld in om, weet je wel. En ik heb er ook een beetje... Ja, op een gegeven moment zijn er zoveel mensen ook op de labels en belangen dat je helemaal ook van jezelf afraakt een beetje misschien. En nu ben ik er al een beetje teruggegaan, weet je wel. Maar ja, qua muziek wordt het dan allemaal wat minder. Het is heel moeilijk om soms bij jezelf te blijven. Nou, kijk, wat ik wel deed was wel een soort van bij mezelf blijven. Is gewoon mijn visie van hardcore, gewoon, weet je wel. Ja. Dat heb je altijd heel erg gehad. Zeg maar, geen twijfel. Weet je wel, gewoon. Dat buiten doen misschien niet, maar ja, maar het makkelijke was, het was mijn eigen label, dus ik kan toch uitbrengen wat ik wil. Het is natuurlijk moeilijker als je iets aparts doet en je moet goedkeuring krijgen van een label die denkt van, nou, het past niet op ons label, weet je. Dus dat is wel mijn mazzel. En ik heb een mazzel dus dat Danny, rest in peace, dat naar me toe kwam van, joh, ik wilde zullen we weer samenwerken, want toen Kids Are United gedaan, maar toen kwam, jaren later kwam hij ineens weer terug van, nou, toen hebben we daar met Ruffians samen hebben we dan een offensive sound opgebouwd. Ja. En dat was wel tof, want hun vocalen plus de rauwe hardcore, ja, dat maakte gewoon een unieke sound. En ook als we optraden, stond de vocalen op de platen. Waren zij. Dus je had eigenlijk gewoon live optreden, weet je. Het waren sampletjes van... En dat vind ik wel... Dan maakt het wel sterker. Het was een leuke tijd. En op een gegeven moment ging het ook weer weg. Ja, Danny werd ziek, dus die is natuurlijk overleden jaren geleden. En ja, zelf op een gegeven moment toch... Ja, dingen gingen niet helemaal lekker meer. Dus... Ja, ben ik ook weggestapt en ja, voor mezelf eigenlijk begon eigenlijk ook iets van, ja, ik moet eigenlijk, waarom doe ik niet gewoon echt iets voor mezelf, weet je wel? Ik bedoel, ik had natuurlijk mijn labels, Rotterdam Records, ding, maar ja, dat was, de namen zaten allemaal verbonden aan de grote maatschappijen. En nu ben ik eindelijk een label begonnen in de coronatijd, maar die ik wel mee kan nemen. Ja, eindelijk. Ja, eindelijk, ja. Zo. Misschien ook weer te laat. Tenminste, dat had ik eerder moeten doen. Dus maar nooit te laat. Maar nu ben ik gewoon begonnen. Gewoon doen. Ja. Oké, even een hele andere vraag. Hè. Iets waar ik zelf altijd heel veel moeite mee heb gehad. Door wat we doen. We zijn altijd weg, alles s'avonds. Jij bent er heel strikt in. Fit blijven. Probeer ik wel, ja. Ja, nee, maar ga je heel goed af. Ja. Je bent er zo mee bezig. En ja, daar heb ik echt respect voor. Ik zag je ook vaak, weet je, op een feest was iedereen... En jij stond met je, weet je, met je shaken. Dat gaat echt heel... Ja, toch? Ja. En je bent het later ook gaan uitdragen, echt, weet je wel. Nu nog, zie er goed uit, vind ik. Hoe doe je dat eigenlijk? Ik werd zelf... Uit ervaring hoe lastig het is. Ja. Als je in vliegtuigen zit en je wordt en nachten worden dagen. En, Nou ja, misschien de angst om uit de picture te raken, om ouder te worden. Ja. Daar heb ik iets van. Ja, ik heb als visie als de kids, want ik krijg steeds nieuwe generaties en ik wil bij de nieuwe generatie wel in de picture blijven. Ja, waar kijken ze? Nou ja, die zien de jonge gasten, maar ja. Ik kan er niet eens een zoutzak bij gaan zitten. Nee. Dat wil ik niet. Dus ik wil wel forever young blijven, zeg maar. Ja, en er hoort wel training bij. Dat je gewoon wel fit eruit ziet. En natuurlijk, ik ben ouder, maar ze moeten niet als een oude lul zien. Weet je wel? Dus dat vond ik belangrijk. En ja, het is wel gelukt. Mensen vinden me nog steeds stoer eruit zien. En zien me nog steeds gewoon als... DJ Paul, niet opa Paul of zo, weet je wel. Dus, ja, en ook qua muziek, die blijft ook verjongen, zeg maar. Ja. En die gaat ook mee met de tijd. En ja, dat was mijn drijfveer. En op zich vond ik het ook heel leuk om te doen. Dus dat kwam ook nog eens bij. En nog steeds eigenlijk. Dus ja, dat. En op een gegeven moment begon ik door te slaan. Ook met voedingsschema's. En dat houdt me nog een beetje... Echt zo. Ja, klopt. Rug. Zo, dat gaat wel heel... Ja, maar ja, ik weet niet, dat slijt op een gegeven moment door. Ja, dus, op een gegeven moment heb ik weer minder gedaan. Ik had er de tijd ook voor. Toen was ik ook op een gegeven moment alleen. Huwelijk op de klippen. En dan een beetje aanmodderen met... het vrouwelijk schoon en zo. Dus dan moet je ook een beetje fit zijn natuurlijk. Maar ja, toen was ook heel... Dat ik echt gewoon een soort van... noem je dat? Midlife crisis. Dus dat was eigenlijk een hele slechte periode. Ik dacht dat ik heel goed bezig was, maar eigenlijk was ik heel slecht bezig. En op een gegeven moment ben je er ook weer voorbij. En dan leer je echt iemand kennen die jou ja, waar het goed voelt. Ja. Mijn huidige vrouw dan. En die heeft mij gewoon echt weer een beentje op de grond. Ja. En uit de shit geholpen, weet je wel. Ook financieel ging het niet goed. Belastingsschulden, dit en dat. Nou, hup, hand op de knip en op gaan krabbelen. Nou ja. En toen begon ik weer op te krabbelen. Ja. 90's feesten kwamen. Toen wij dat kwamen in. Toen kwamen de New Kids bij mij aan de deur kloppen. Voor jongens, wil jij... Paul, wil jij onze soundtrack maken? Ja, ja. Nou, werd een klapper. De film werd een klapper. Paul Elstak, al zijn muziek zat in die film. Ja, al die oldschool, de happy hardcore hits. Ja. Helemaal. En Pathé-theaters in Amsterdam. Overal werd het gedraaid. En dat vond ik echt leuk. Dus dat was... En er werd ook nog eens... kreeg ook nog de Rembrandt Award voor beste soundtrack van het jaar. Dus ik kwam gewoon ineens in zo'n film... de gala. Rode lopers. En ja, dan kreeg ik zo'n Rembrandt Award uitgereikt. Dus ja, dat was wel was super tof. Ja, allemaal dat soort dingen. En ja, dus... Ja, maar weinig... Ja, uit mijn collegahoek heb ik toch ook weinig... felicitaties gehad. Hè? Dus was er toch wel weer een beetje jaloezie. Weinig felicitaties of zo van je op al tof. Ja, dan mis je wel. Dat is ook jammer. Maar dat heb ik ook hoor. Naar wat met mij later is ergens gebeurd. En ik ben nu weer terug. Precies hetzelfde. Ik hoor ook van niemand. Ja, je doet het goed. Of daar hoef je niet te rekenen op ons te zien. En ja. Maar ik denk niet iedereen hoor. Bij de allebei. Hoe moet het zeggen? Ja. Ik weet niet of ik hier alles moet zeggen, maar ja, wat wij zeggen, niet iedereen. Maar het zijn vaak de mensen die het zelf ook niet meer nodig hebben om over anderen... Nou kijk, laat ik zo zeggen, ik zal Wesley weer even aanhalen, Partyracer. Hij is de artiest die gewoon een plaat voor mij maakt. Mij gewoon altijd ophemelt en mij echt ook in de uptempo zien. Waar ik dan zeg maar als happy hardcore artiest gewoon eigenlijk helemaal niet in pas. Maar hij me altijd op zijn feesten uitgenodigd. En nou, gesupport en zijn fans supporten mij ook. Dus ja, dat heb ik echt gewoon, die heeft mij echt gesteund, weet je wel. Ode to the Godfather, DJ Paul Make It Fucking Loud. Nou, fucking grote hit geworden. Maar toch, dat heeft hij gedaan. Dat is zijn idee, weet je wel. Om het... op in de hooi, dus dat had ik natuurlijk een feest. Hij heeft die speciaal voor mij gemaakt. En die jongen die heeft echt waardering voor mij. Want toen ik draaide, toen kwam hij in de energie al als gast. En was het al gedraaid, weet je. Dus, maar hij heeft ook echt gewoon geuit en ook echt muziek gemaakt. En dat vond ik wel tof. Maar jullie ook hoor. Ik had natuurlijk wel eens een verjaardagsfeest en dan moesten jullie optreden. En dan hebben jullie ook, kom je dan mee ook aan de microfoon. Ja, Paul, weet je, die heeft altijd ons geholpen en ons ontdekt en altijd dank, weet je wel. Ja, dat zijn leuke dingen om te horen. En dat is helemaal voor Partyrace en voor ons, omdat wij misschien heel dichtbij zo'n echt fan waren. Ik denk artiesten van andere labels of andere hoeken uit te zien. Ja, het gaat ook vaak. Weet je wel. Dus ja. Je hoeft niet te verwachten van iedereen dat ze je helpen of zo. Dat heb ik wel gemerkt. Onze scene lijkt heel erg op de voetbal scene. Ja, weet je wel. Hardcore hooligans. Nee, maar het is gewoon keihard. Ja, maar ik had altijd gedacht van de hardcore is één grote familie. En de andere, wat je over andere scenes hoort, dat het haat en nijd is. Dat dacht ik van, nou, dat hebben wij niet. Dat dacht ik ook altijd. Maar ja, misschien is het toch stiekem wel een beetje jaloezie. Maar uiteindelijk kan ik wel altijd goed met artiesten omschieten uit onze scene. Dus dat is ook weer niet echt. Ja, het is ook net, weet je, als het heel erg goed gaat in de scene, merk je dat is iedereen vriend. En ook op een feest, weet je wel. Maar als het minder gaat, of zo, ja. Maar dat is niet alleen hier, denk ik, in onze scene. Dat is overal. Weet je wel, ja, je moet gewoon zorgen dat je het zelf goed doet. Want ik vind ook weer, als mensen over je praten of het gaat slecht met je, heb je het vaak zelf veroorzaakt. En dus ik kijk ook naar mezelf en niet naar de anderen, wijs ik. En ik denk dat alles wat je gebeurt, doe je jezelf aan. Ja, maar dat is ook, heb ik ook wel gemerkt, dat is ook hoe mensen tegen je aankijken. Hè? Dus ik ben Paul. Ja, ik ben Paul gewoon. Ja, maar die Paul was van Holy Nose of whatever, weet je wel. Maar toen een keer werd de Paul van Raymond de Skype. Snap je? Ja. Maar ik was niet zelf de Paul. Alleen mensen niet voor de mensen, kijken anders naar je. Dus als jij als onbekenden bij spreken gewoon een leuke auto hebt, is goed. Maar als je als bekende Paul ineens een mooie auto hebt, dan ben je weer arrogant. Of, weet je, ja. Er komt dan een jaloezie om de hoek kijken, waardoor ze anders naar jou kijken. Terwijl jij niet verandert. En dan zeg je, ja, die Paul is ook veranderd. Ja, ja. Ik ben ook niet veranderd, maar nee. Mensen doen heel anders tegen je. Ja, weet je en als ik gewoon iemand normale artiest ben en iemand, ja, die praat tegen je, die zit dom te lullen en zegt, joh, even nu niet, weet je wel. Ik zit hier, ik moet zo draaien. Ja, wat zit je nou tegen me te zeuren, weet je wel. Ja, met je, maak je platen en hoe doe je dit? Ja, even serieus. Hier, weet je wel, backstage. Maar als je het als bekende dan zegt van joh, dan ben je ineens arrogant. Ja, tuurlijk, die wil niets met me praten, weet je wel. Ja, dat is het verschil. Heel erg moeilijk inderdaad om dan te zeggen, ja, en je bent zo, weet je wel, bezig met die set. En je hebt ook heel vaak dat mensen naar je toe komen met hele onbeschofte opmerkingen. Gewoon. Dat, ja. Of ze raken je aan, of ze komen uit je rug, wat ik heet. Ja, het is heel lastig om dan de hele tijd wat zo te blijven doen. Ja, ja. Ik heb daar ook altijd heel veel moeite. En zie je dat? Ja, grens aangeven. Je wil aardig blijven. Ja, ja. Maar dat kon ik dus ook nooit. Nee. En dat heeft mijn vrouw ook gezegd. Weet je, ook als je dan privé eet of zo in een restaurant, gewoon ook nee zeggen, weet je wel. Nee, ik vind het heel moeilijk. Maar ja, maar dit is gewoon privé. Jij bent gewoon nu aan het eten. En ik heb het nou weer opgelost. Ik zeg dan, ik ben nu aan het eten. Ik kom straks even naar je toe als ik klaar ben, weet je wel. Omdat je dan, tuurlijk, weet je wel. Maar die grenzen zijn best wel vaag. Nee, die moet je zelf aangeven. Wat jouw grens is. En iedereen heeft zijn eigen grens. Dat respecteer ik. Maar als mijn grens dit is, dan moeten ze dat ook respecteren. Ja. En dat is best moeilijk. Maar hoe meer je dat doet, hoe makkelijker het wordt. Ja, en ook om nee te zeggen is soms heel bevrijdend, weet je. Vroeger deed ik, durfde ik nooit nee te zeggen. Joh, Paul, doe je, kun je even dit voor me doen? Ja, kun je het even voor mixen of kun je dat even... Nee. En dan remix, kun je remix maken? Dan durfde ik geen nee te zeggen. En dan denk ik, moet ik mee? Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd voor. En nu zeg ik gewoon, ik heb geen tijd. Nou, zo. Lekker zeg. Ja, dan heb ik dan heel die stress niet van die remix bijvoorbeeld, weet je wel. En dat is ook wel iets wat je moet leren. Nee zeggen. Ja. Tenminste, de ene zegt dat uit zichzelf wel makkelijk. Maar ik was iemand die altijd ja zei. En ja, dus, en dan weet ze je ook te vinden, hè. Zo is het ook. Van Paul, die doet het wel, joh. Weet je, die zegt, snap je? Dus dan kreeg je uiteindelijk trek je al die kut op een gegeven moment heb je zoveel dingen aan je hoofd. Ja, dan word je echt gek, letterlijk. Ja. Dan ga je ga van alles doen. Maar je moet bij jezelf blijven. En inderdaad, afstand nemen. Ja, want je bent vaak bang om te denken, dat ben ik een lul of ben ik arrogant. Weet je? En dat heb jij heel erg van jezelf en ik heb het ook. En dat komt eigenlijk vanuit... Ja, helemaal in het begin, in die scene, was er ook niet veel. Toen deed echt maar wat. En we hebben niet echt geleerd om een ster of afstand te nemen. En ik merk wel, een nieuwe generatie die kan het wel heel goed. Nou, ik weet nog goed de tijd van dat de hardstyle opkwam. Toen kreeg je de hardstyle artiesten. Ja, en dat vonden wij echt zo een arrogante gasten. Die willen zoveel sterrenhotels en er moet een rijder. En als het niet klopt, dan gaan ze nu gewoon niet optreden. Maar nu denk ik, die gasten hebben ons geholpen, weet je wel. Want gingen wij naar Italië, jongen. De kutste hotels zat je gewoon. Ja, echt. Echt slecht. En dan werd je opgehaald door een paar grabbers die helemaal doorgesnoven. En keihard de muziek. En dan komen we 3 man. En dan moet je nog helemaal zo zitten. Omdat ze dan, jullie moeten ook mee, weet je wel. Of ze doen de kofferbak open voor je platenbak. Zat je vol met rotzooi. En dat was echt slecht geregeld. En voor ons was het normaal. En die artiesten hadden iets van, nee... Dat gaat niet gebeuren, het moet anders. En zij hebben het voor ons wel ook gewoon goed gemaakt. 100% waar. En toen, inderdaad, kijk ze dan, joh, arrogante gasten. Ja. En nu denk ik van... Ja, die hebben het goed gedaan. Ja, kijk, je kan te ver gaan. Dat is voor het anders, want ik heb het ook van dichtbij meegemaakt. Ik zeg niet wie het is, maar dan was het de mengtafel, was een andere. Nou ja, ik ga niet draaien, weet je. En dan heb ik iets van, joh, je moet eens weten waar wij allemaal mee te maken hebben gehad vroeger. Joh. Je moest gewoon draaien. Toen ze moest... moesten die fans dan voor je. En dan ga je niet zeggen, mijn penalty is niet goed. Ik ga nu niet... dan ga je weg. Ja. Hoe kun je dat nou tegen fans brengen, weet je wel? Dat vind ik dan... Er is wel een grens, zeg maar. Kijk, als jij moet optreden... en er staat eens een podium... en mensen zien niet en het geluid is heel slecht... en de microfoon niet, of noem maar wat... ja, dan vind ik wel dat je recht hebt te zeggen... van, joh, wij treden gewoon niet op. Want het schaadt ons meer dan het goed doet, weet je wel. Maar ja, waar ligt de grens? Maar... Die generatie heeft wel voor ons ook gewoon goede dingen opgeleverd. En 100%. Het kan nog altijd nog wat beter. Ik vind het heel verschil, zeg maar, als ik Ik zit in verschillende scenes, zeg maar. En ik zit ook echt in de commerciële circuit ook. Dat je er optreedt met op 90's feesten, waar ook Tour Limited staat. En Dr. Alban, dan weet ik het allemaal. En als je daar aankomt, jongen, je hebt je eigen kleedkamer of je hebt je eigen het container. Je komt binnen, al je dranklichten, je ijskast gevuld. Paul Elstak op de deur, weet je wel. Ja. Vindt die mooi, hoor. Nou, dat is super. Ja, maar dat is dan... Dan treed je ook lekker op, weet je wel. Maar, en dan kom je naar een feest waar nog veel meer geld verdiend wordt. Ja, dan zit je gewoon achter backstage bij elkaar op. Als je wel wil drinken, dan moet eerst de ketting van het slot af. Ja, dan moet je naar vragen van drankje. Ja, die ketting is al mooi, ja. En dan zitten ook allemaal wauzen bij, weet je, die dan... aanhang die je hele stomme vragen instellen en je niet met rust laten. Ik denk, ja, weet je wel, het is niet arrogantie, maar het is toch heel relaxed als je gewoon je eigen kleedkamer hebt en gewoon even relaxed. Weet je, voor het optreden, jongens, weet je wel, drankje doen, even relaxed en dan. Maar dan ik denk dat volgas. Ja, dat vind ik wel. Ja, dat is zo ontstaan in onze scene van. Weet je, en dat gaat er ook heel moeilijk uit. Soms heb je het wel inderdaad, als je is alles goed geregeld, maar dat gebeurt me heel zelden. Ja. Ik ben eraan gewend al zo lang. Dat snap ik ook. Maar omdat ik ook dus andere dingen zie. Oh, dit is wel heel anders. Dus ja, niet dat ik het niet erg vind. Het is zeker veel beter dan vroeger, sowieso. Maar je hebt nu zelfs rijders. Dat duurde heel lang, hè, voordat je een rijder had in de hardcore scene. Ja. Dat had je al lang al in andere scenes, zeg maar. Dan dat je je drankjes en zo. En ze hadden iets van, jullie artiesten moeten niet zeuren, weet je wel. Die moeten blij zijn dat ze een Ristoff-wodskaatje krijgen, weet je wel. En dan moeten ze niet zeuren, weet je wel. Maar ik vond het ook meer, niet omdat ik moet speciaal dit of dat hebben. Maar ik vind meer, dat geef je ook naar de artiesten toe. Van dat ze je waarderen, zeg maar. Weet je, dat ze je serieus nemen. Ja. Ik heb 1 jaar heb ik niet op Masters gedraaid. En dat kwam gewoon... Ik kreeg toen met Turbo en zo, weet je wel, mijn naam ging omhoog, bekendheid en werd steeds populairder. Ja, dan gaat je prijs ook mee omhoog, dat is logisch. Maar als er iets van, nee hoor, dat gaan we niet meer aan, dat gaan we gewoon niet doen. Ja, het is wel Masters. Maar ja, ik denk, nee. Dus ik heb gewoon gezegd toen nee. Nou, dan overgeslagen. Nou, en daarop betalen ze het wel. Soms moet het zo. Maar, maar voor beginartiesten is het heel moeilijk. Dan kan je dat niet doen. Ja, weet je wel? Voor ons is ook een nadeel. Het publiek weet het allemaal niet. Het ziet het allemaal niet. En die denken, oh, dat is geen Paul. Weet je wel. En, tenminste, ik denk, dat komt toch maar weer daarheen. Want ik doe het voor de mensen. En bla bla. En dat is ook wel echt zo. Mm-hmm. En je denkt ook weer, als ik er nu niet sta, heb je weer minder... je weet hoe het gaat. Als je niet oppast, blijf je altijd maar ja zeggen inderdaad. Kijk, en je kan wel zeggen, je denkt alleen maar geld, je wil meer. Nee, maar ik vind gewoon dus waardering. Een grote artiest krijgt meer dan een kleinere artiest. Ja, dat is niet raar. Niet om geld. En veel mensen weten dat. Het gaat vaak ook wel om trots. Veel artiesten, waardering en erkenning gaat heel veel om. En, je wil niet onder... maar het is een beetje... Geld is voor de meeste... Ik denk dus meer een beetje dat soort oude 90's-achtige... de instelling van, joh, je moet blij zijn dat je bij ons draait. Ja, die ken ik gewoon gratis. Je moet wel, want je hebt aan ons te danken of zo. Ik denk, maar volgens mij hebben we elkaar te danken. Hè? Want als wij geen muziek maken en wij niet populair zijn, dan is jouw feest ook niet goed, weet je wel. En dat is jammer, weet je, dat je dan wel eens het idee hebt van, het is nu niet zo hoor, maar vroeger had je het wel. Het werd ook beter hoor, vind ik, de laatste paar jaar. Ja, nee, het wordt beter. Nee, zeker. Maar... het is een tijdje geweest dat het niet zo was. Nee. Dat kreeg je een hele lage visie. Je gaat echt niet hoger. Nee, je moet blij zijn dat je er staat. Ja. Weet je? Dat is een promotie voor jou. Nou, dan moet je het doen. En het hield elkaar ook in stand. Want het is een heel verhaal natuurlijk met andere artiesten. Weet je, die dan wel... De een ging voor die vie. Waardoor wij... het is een heel technisch verhaal. Wat misschien niet zo interessant voor de kijker. Maar het is een heel spel wat... Kijk, je bent eigenlijk muzikant. Ja. En je wordt vaak gedwongen in een andere positie te gaan denken. Ja, nou kijk, dat is omdat je toen... Maar op een gegeven moment kreeg je boekingskantoren... en die kon het voor jou uitvechten. Ja. En dat is wel dan fijner. Dan ben jij er niet... Weet je, ben jij niet degene die doet. Maar het is niet zo... Kijk, als een kleine feestje... vind ik helemaal niet erg om voor minder te draaien. Daar gaat het niet om. Maar het gaat erom, als jij een feest hebt... een miljoen in omgaat... Juist. En dan wil jij die artiest niet dat kleine beetje meer geven... in verhouding... ja, dat vind ik dan best wel, denk ik, ja, gun ons ook wat, weet je wel. Ja. Ja. En dat is eigenlijk meer. Ja. Paul, een nieuw item in de podcast. Ik weet, jij bent muziekliefhebber met heel veel kennis voor allerlei artiesten. Tot een bepaalde... maar ik heb het een beetje... Ik stel je steeds een keuze tussen twee artiesten en dan moet jij kiezen. Okay. En uitleg waarom. Ben je klaar voor? De eerste. Kom gewoon vol. De Beatles of Michael Jackson? De Beatles. Ik vind ook waarom. Waarom? Nou, kijk, de Beatles is... de Beatles is gewoon... Ik ben zeer fan van de Beatles. En waarom? Het zijn gewoon hele goede singer-songwriters, zeg maar. Ja. En ze begonnen natuurlijk als coverband. Ze deden oude nummers van artiesten uit de 50 jaren. Maar daarna gingen ze gewoon eigen muziek echt componeren. En het mooie is, je kan met... Als jonge iemand die eerst zat te gillen bij She Loves You, She Loves You... Maar die groeit mee met de Beatles. En dan kom je bij Lucy in the Sky with Diamonds uit. Ja. Of je komt naar Let It Be, weet je wel. Dus zij groeiden, maar de fans kunnen meegroeien. Ja. En ik vind alle tijdperken gewoon goede muziek hebben uitgebracht. En Michael Jackson was ik ook super fan van. Maar ik ben altijd meer... Ja, ik heb meer waardering voor mensen die ook echt muziek maken, zeg maar. Dus Stevie Wonder, die is een goede artiest. Maar die maakt ook zijn muziek zelf, snap je? Dat is voor mij altijd weer een extra waarde, zeg maar. Als je Madonna bijvoorbeeld hebt, die is altijd heel populair gebleven. Maar waarom? Die heeft altijd op de juiste moment de beste producers uitgekozen. Dus hij ging eerst natuurlijk met Chip Pettibone. Ja. Maar daarna kreeg ze Nile Rodgers. En toen kreeg ze, met Daft Punk producers. Ja. En die was meer... Heel goed. Maar Jimmy Jam Terlouze misschien ook tussendoor. Ik weet niet, misschien uit mijn hoofd. Maar... Ja, ik ben ook, omdat ik zelf ook muziek maak, vind ik de producers wat ik wel heel belangrijk, zeg maar. Ja. De tweede. Disco of punk? Disco. Ja? Ik dacht dat je zeggen punk, omdat je ook heel... Nee, die periode heb ik gehad, zeker. Maar over algemeen genomen, als ik nu luister, als ik denk wat ik nu allemaal luister, is het dan wel disco, hè? En dan ook disco van de 70s, maar ook van de 80s. En waar ik ook draaide als beginnend DJ. Er waren gewoon... was discomuziek, Amerikaanse import tot... En er zit ook bijvoorbeeld Madonna bij, hoor. Weet je wel? Dat was dan ook disco eigenlijk, weet je wel. Get Into The Groove en zo, weet je wel. Dus alles met een beat is voor mij dan een soort van disco, ja. Alles met een beat, overigens. Nou, niet alles, maar ik weet wat ik bedoel. Oké, de volgende. PCP of Speedy J? Nou ja, PCP zeker wel. Ja. Ja, kijk, Speedy J ken ik persoonlijk, Jochem Paap. Hij heeft natuurlijk een paar supergrote hits gehad toen. En die worden nog steeds in allerlei versies gedraaid. Dus je hebt natuurlijk een paar superknallers. En blijkbaar is hij nog steeds in de techno-scene echt heel groot. Dus daar heb ik super waardering voor. Maar ja, PCP is meer in mijn straatje natuurlijk. Hè. Baanbrekend met hun muziek. En zeker inspirators voor ons geweest, denk ik. Ongelooflijke held. Mark, toffe gast. Ook een beetje aparte gast. Maar dat maakt hem wel weer authentiek, zeg maar. Dus, muziek. Dus dat, ja. Oké. Venga Boys of Justin Timberlake? Goeie, hè? Ja, kijk... Ja, dat vind ik... Ja, dat zou ik eigenlijk niet kunnen kiezen uit... dat zou ik zeggen, Justin Timberlake, Het is heel verschillend, maar ook weer een beetje hetzelfde natuurlijk. Ja, maar Justin Timberlake, dan zou ik dan toch wel... die zijn nog steeds wel actief. Is natuurlijk is in sync. Als solotisch doorgebroken. Geluk gehad dat Michael Jackson het album heeft afgekeurd... wat hij later kreeg van Pharrell. Het was eigenlijk gemaakt voor Michael Jackson. Ja, voor de rest... het is maar gevoelsdingen. Ja, gevoelsdingetje. Kijk, Bang Boys, ik ken ze persoonlijk. Maar... het zijn geen ras. Ze kunnen niet goed zingen. Ze kunnen niet... Ja, dat is meer een act, ja. Okay. Er zitten andere mensen achter. Mokum of Industrial Strength? Jeetje. Ja. Dat zou ik zeggen. Nou, dat zou ik wel Mokum zeggen. Ja? Okay. Ja, want die hebben het ook veel meer uitgebracht. Industrial Strength was heel eventjes wel, weet je wel. Maar dan is Mokum toch wel... ja, ik heb wel zo'n 100ste release voorbij zien komen. Ja. En ja, misschien mag ik het niet zeggen als Rotterdammer. Nee, Mokum is zeker wel veel grotere naam dan Industrial Strength. Ja, okay. In mijn ogen. Oké, nou... Dat was een nieuwe item. Ik vond het best leuk en interessant. Dan heb ik nog de allerlaatste vraag van de podcast. We gaan afsluiten. Ik vond het echt heel tof dat je er was. Ja, het is een leuke podcast. En ja, gaan ze door. Dankjewel. Ja. En ik sluit altijd af met één vraag. Wat is je favoriete hardcore track alle tijden? Ja, dan ga je wat zeggen. Mag ook van jezelf zijn. Ja, maar dat vind ik dan al een beetje raar. Maar ja, ik ben wel blij met mijn eigen tracks natuurlijk. En dan vaak heb ik wat net nieuw is. En dat, ja, die hoor je dan nog graag. Maar wat alle tijden is een hele... Dus het mag ook oldschool zijn. Ja, millennium, alles. Oké, weet je... Ik weet hem nu nog niet. Maar over jaar, je gaat hem zo horen. Okay. En dan weet je welke het is geworden. Is goed. Paul, bedankt jongen. Ga maar hand. Oh, nee, dat mag niet. inside. Tell me what you find. Come on. Welcome to the 4th ever episode of the Ambassador of Hardcore podcast. I hope you enjoyed the interview I did with DJ Paul for me, or Paul Elstak for a lot of other people. I really enjoyed doing it. It was a bit weird for me because he's still an absolute hero to me, and for, I think, for a lot of other people, to what he's done for the hardcore scene. But yeah, I think it went down very well. I hope you enjoyed it. So we started off with, of course, a track from Paul. Scott Brown meets DJ Paul. Feel the music from the Force label. I think it was about 95. Then it was Wasting Program. Tell me what you find. From the Trackstorm label. And third, Masters of Ceremony, Techcore. Was a track of myself. I did it on the Amiga in about 95, 96. It was the B-side from Hardcore to the Bone. And yeah, pretty experimental track. I listened back to it. I thought, oh, this still sounds pretty cool. Let's put it in the podcast. So that's why. Okay, coming up, track from Odium, The Weeknd. I'm really impressed with this mix and the vocals and everything. Yeah, you heard Odium, The Weeknd, and then this was Deadly Guns from the Underground. What I like about this track is it's got a big diversity of new kicks, old kicks, millennium kicks, but also the sounds vary a lot. I really like the Juno parts in it and everything he did with different styles, different vibes. Cool, let's switch to the millennium track of the month. We keep the DJ Paul atmosphere big this month. This is the DJ Isaac remix of If the Kids Are United. This is the Millennium Track of the Month. The police is cold. Other things include the fuzz and the fuzzy muff. Muff, 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 fuzzy, fuzzy, muff, 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 fuzzy, fuzzy, muff, 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 fuzzy, fuzzy, muff, 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 muff. So this was our bit of Millennium. DJ Paul of the Kids Are United, Isaac remix. The second was Neophyte and Scott Brown, Fuzzy Muff. And you'll think, why is this full with Borat samples? And I've also done another one with The Player. Great success. It's because at that time that movie and series was such a hype, and yeah, the guys always checked everything from the series, and we always imitated the Borat samples, and so that's why we did some tracks with it. Funny fact. In the middle, by the way, was or the last track was Scott Brown again, King of the Beats, busy guy during that period. Then let's switch to the game changer of the month. About 4 years ago, a guy sent me demos, pretty strict. I was like, what is this? I couldn't really place it, but it reminded me of the 90s style where there were a lot of gimmicks and hooks and everything. And this guy interested me. I thought, so we invited him in the studios, and he said, I really liked that period where everything was gimmicky and the producers dared to use samples that were just on the edge, and the rest is history. This is Defense. Krakaka. This is a game changer. Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks. Ik hoor dat krakaka. Alleen dat krakaka. Ik hoor alleen dat ook krakaka. Ik hoorde alleen dat ik hoorde ook gang. We genoten van de muziek? Jazeker. We genoten van drank? Ja, we hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier. Langzame kutmuziek. Yes, Defense, Karakakade. His first track was a hit straight away, and like I said, the rest is history. The guy kept on pumping hits, and now he's one of the leading artists, I think, in the hardcore scene. Let's continue with the early track of the month. Of course, yeah, the early rave has got a lot of different types, little varieties, and I didn't play a lot of the really hard stuff, like Industrial Strength and that kind of stuff, so that's what I want to do now. in Scotland, I was there a lot around '95. This used to be a big hit, and in Holland it was not so yet. So I kept hearing this track over and over again right there, and I thought, this is weird, but it started off slow, speeds up. I always liked that kind of vibe. And yeah, now I've got it in my sets, my early sets regularly. This is Igor talking about God. Early track of the month. Your nose bone hostile. Run it down, bitch. but we don't give a fuck. Maniacs, rather damn bitch. I always love this part where they say speed it up, and surprisingly this is also a track from DJ Paul. I actually, when I was just producing, I walked to his studio and he was working on this track, and yeah, so small part of history. I was like, whoa, this is so cool where it slows down and speeds up. Almost at the end of the show, we continue with something new, something fresh. Never Surrender does, it's becoming a bit of a tradition that every year around Christmas he produces something that contains snow, poedersneeuw. You can explain this in many different ways, but I think it's always funny, this kind of stuff. So the hardest track of the month is Never Surrender. Poedersneeuw. Hottest new track of the month. Ja, het is kerst. En again hebben wij een jaar verpest. Nu kreeg ik klap na klap voor mijn kop. Het hield niet op, maar ik ben motherfucking Santa. En ik geef Never Surrender. Ha, ik moest stoppen, koppen, switchen en weer opstaan. Nu zijn we ready en nog, wat zullen we losgaan? Losgaan, losgaan, losgaan. Wij gaan fucking harder. We snoeien, we zijn fucking asociaal. Dwars door je donder, ja, we gaan het allemaal. Rudolf voor mijn slee, ja, Elva aan mijn zijde. En in mijn tas heb ik iets, dat maakt jou heel erg blij. Je vraagt het nooit voor kerst, maar je weet dat je het wil. Jij donderse gabber wil gewoon heerlijke, verse poedersneeuw. Hey! Zo jongens, wat heb ik jullie gemist, oké? Het is weer gezellig! Zo! Man, zie die lasers eens gaan, joh! Hoor ik nou een G-mineur-akkoord? Mooi, man! Wat een kwaliteit in deze plaat! Ronde nummer 2! Haha, geen gelul, poedersneeuw 4.0. Nee, ik zei geen gelul. is, ik weet het, maar we gaan ervoor. Ik wil nu nog één ding zeggen. Als we zo doorgaan, als we nog zo'n jaar tegemoet gaan, dan blijf ik volgend jaar gewoon lekker op die Noordpool hangen. En bekijk je het maar. Maar we doen het nog één keer. Nog één ronde. Met z'n allen. We gaan van God los. Moedersteen. Before you now, truthfully, unafraid. Why? Because I believe something you do not? No! Yeah, that says, that's us at the end of the show. You heard Never Surrender, Put a Snail. Then in the middle of this little mix was Angerfist and the player Prophecy. And the last track is of our new signing Chaos Project from Italy, together with Karun, Afraid of Chains. I'll see you and you can hear me again in a few weeks next month. I hope you enjoyed this episode of the Ambassador of Hardcore podcast. I'll see you soon. Bye. This was a brand new episode of the Ambassador of Hardcore podcast by Neophyte. Thanks for listening. See you next month.